U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolken over Nederland, van het noordwesten uit. Vaak sluierwolken, soms wat wolken die de zon wel hinderen. Maar de zon schijnt er ook zeker tussendoor. Prachtig weer op veel plaatsen, dus met temperaturen vanochtend van 3 tot 5 graden. Vanmiddag komt er nog wel het een en het ander bij en wordt het 8 of 9 graden op een enkele plek. Er zijn wel wat meer wolkenvelden die van het noordwesten uit overtrekken, maar op de meeste plaatsen blijft het toch echt droog. En de zon schijnt er nog altijd tussendoor een zwakke tot matige wind in het binnenland en bij zee nog even vrij krachtig windkracht 5. Vanavond neemt de wind af, draait naar het westen tot zuidwesten. Er zijn opklaringen en de temperatuur daalt weer naar een graad of vier. Dan morgen duidelijk wat meer wolkenvelden, vooral in het noorden en westen. Later ook elders. En dan in de loop van de dag in het westen weer een paar opklaringen. Het wordt al wel een graad of 10. De temperaturen zitten duidelijk in de lift. En dat gaat door, want zaterdag 12 graden op een enkele plek al. En zondag zitten we hier en daar zelfs aan 15 graden of iets meer. Daarbij schijnt de zon flink en blijft het droog. Ook maandag is het nog droog. Maar dan gaat de temperatuur wel weer eventjes wat terug. De wind draait dan namelijk naar het oosten. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl